In de week van de gevangenis krijgen we een uniek inkijkje in gevangenis Esserheem in Veenhuizen. Vandaag zien we hoe de dag eruit ziet achter slot en grendel. Als je aan de gevangenis in Nederland denkt, hè, wat is dan jouw beeld daarbij? Dat je echt opgesloten zit en dat je maar een paar keer naar buiten kan. Ze zitten volgens mij wel toch wel een beetje afgezonderd. Mits dat ze dus één keer gelucht worden, was vroeger tenminste zo of dat nog eens, weet ik niet. Maar goed. En hoe gaat het daaraan toe? Als je daar een dag verblijft, hoe gaat dat dan ongeveer, denkt u? Ik ben er nooit geweest. Ik hoop dat ze wel wat moeten doen. Dus wat anders is er ook niks aan. Maar als ze gewoon kunnen doen wat ze zelf willen, dan is dat ook niet goed. Ze zitten daar niet voor niks. Om een goed beeld te krijgen van een doorsneedag in de gevangenis, lopen we vandaag mee met gevangenisbewaarder Homer Popma. Nou, als we 's morgens hier aankomen, dan begint de dienst op papier om 7:30. Maar we beginnen vaak al eerder met uitsluiten. En dat doen we dus om 7:45. Dan gaan we naar de cellen toe, mijn collega en ik. En dan gaan we de cellen langs en dan gaan we de gedetineerden uitsluiten, noemen we dat. En daarbij gaan we controleren of ze nog aanwezig zijn. En of ze ook nog onder ons zijn. Goedemorgen, 7:30. Komt ook voor dat iemand niet reageert. Dan stappen we de cel even in, geven we even een schouderklopje en dan reageert hij wel. De gedetineerde ontbijt in zijn cel en wordt dan om 7:40 beneden verwacht. Want dan begint het dagprogramma. Gedetineerden maken pallets, lassen of spuiten onderdelen. Ze doen dat werk zo'n 4 uur op een dag. De rest van de dag is opgedeeld in blokken met verschillende activiteiten die de gedetineerden zelf mogen invullen. Een van de opties is een bezoek brengen aan de bibliotheek. Komt u hier vaak in de bibliotheek? Ja, 2-3 keer. Twee, drie keer is open in de week. En dan kan je hier gewoon rust nemen, gewoon leren kennen het woord van God. En, Ja, want wat leest u nu? Nu ik lees het Evangelie van Lucas. In de Bijbel, ja, precies. Wat heel populair is, is muziek-cd's lenen. Daar kunnen ze 2 per keer lenen. En daarnaast hebben we boeken van heel veel verschillende onderwerpen. Boeken over misdaad is ook altijd heel populair. En krantje lezen, tijdschriften meenemen. Marco Borsato. Ja, mag. Marco. Dank u wel, meneer. Tot ziens. Tot ziens. We zijn hier nu buiten op de binnenplaats. Hier kunnen gedetineerden dus luchten. En dat kan in de weekenden de gehele dag. En op werkdagen is dat bepaald in een gedeelte van de dag. Een zogenaamd blok. En dan moet je denken tussen 1:15 en 1:30. Of tussen 2 en 2:45. Dus dan kunnen ze niet altijd buiten zijn, maar meestal wel. Het is een ideale plek. Want ja, als het binnen wat te druk is en je wilt geen prikkels, dan kunnen ze naar buiten toe. En dan kun je buiten vertoeven. Een binnenplaats zoals deze, waar we nu op staan, dat is in weinig gevangenissen is dat het geval. De grote binnenplaats, het feit dat je overal groen ziet, bomen, altijd door de buitenlucht moet. Als je iets moet gaan doen als gevangene, of je naar je werk gaat, of je gaat sporten, je moet altijd door de buitenlucht. Dat maakt Veenhuizen anders dan de meeste andere gevangenissen in Nederland. We zijn nu in de fitnessruimte van Esserheem. Hier kunnen gedetineerden, als zij dus sport hebben, hun oefeningen doen. Ze kunnen kiezen of fitness of zaalsport. We hebben ook nog een zaal waar gevoetbald of misschien gevolleybald kan worden. Maar de voorkeur gaat meestal uit naar fitness. Gedetineerden werken nog steeds met bloktijden en dat is per dag, afhankelijk van hun afdeling, 3 kwartier. En dat kan 2 tot 3 keer in de week voorkomen dat ze sport hebben. Ik vind dat je hier wel veel meer tijd voor jezelf hebt, zeg maar. Ook doordat je vaker kan gaan luchten, noem maar op. En daar heb je wel veel tijd voor jezelf. Kan je veel sporten, noem maar op. Je hebt wel veel dingen om te doen, zeg maar, hier. Ik ben bezig gewoon met sporten en met tekenen. En werken hier. Dus zo gaat het gewoon dag heel snel.
In het weekend zijn er extra activiteiten. Zo kunnen gevangenen binnen de gevangenis naar de kerk of moskee gaan. Ik geloof gewoon dat gewoon alles om één God gaat. Dus ik ga ook wel naar de kerk. Ik ga ook af en toe naar de imam. En heb ik gewoon respect voor alles. Op doordeweekse dagen worden gedetineerden om 16:45 weer ingesloten. Goedenacht, tot morgen. Dan blijft ze in hun cel totdat ze de volgende ochtend weer om 19:30 gewekt worden. Peter, we gaan sluiten. Ik zie je morgen. Goedenavond. Morgen zien we onder meer wat er op het menu staat in de gevangenis.